Johnny Bernhard is bij ons aangeschoven. Hij moet wel geliefd zijn bij zijn leerlingen van het Kottenpark in Enschede. Zij zijn er namelijk die hem hebben aangemeld voor de titel Muziekdocent van het jaar. Johnny is nu een van de 8 finalisten die kans maakt op deze landelijke prijs. Overmorgen hoort hij of hij wint en nu is hij alvast bij ons. Dus Johnny, goedemiddag. Hoi. Nou, jouw leerlingen vinden jou dus de beste. Ja, de beste. Dus ja, een beetje moeilijk, denk ik. Maar misschien wel de leukste, denk ik. Ja, wist je dat je zo geliefd was? Nou, ik kreeg altijd wel heel leuke reacties en zo. Vanuit de les. Dat was leuk. En wanneer hebben we weer muziek en dat soort dingen. Ja, samen spelen vinden ze leuk. En vertel wel eens leuke verhaaltjes over de muziekwereld en dat soort dingen. Maar maar niet dat het zo zou uitpakken. Nee. We weten niet precies wie jou genomineerd hebben. Of wel, tenminste, ik las in een persbericht 1 of meerdere leerlingen. Ja, ik denk wel meer, denk ik. Ja? Als ik dat mag zeggen. Ja, leerlingen. Misschien ook collega's. Hm? Of andere mensen ook. Ja, daar heb ik geen inzage in. Nee. Het is ook een beetje ongemakkelijk misschien om over jezelf te zeggen. Maar toch ben ik wel benieuwd naar, als je kijkt naar jouw vak. Hè? Ja. Wat maakt nou een muziekdocent goed? Is dat de leraar of zijn dat de lessen? Is het een combinatie? Ik denk dat het een combinatie is. Je moet gewoon je passie moet je gewoon over kunnen brengen, denk ik. Het plezier van muziek maken en de lessen leuk en interessant maken. Dat denk ik, ja. Ja. Als je even inzoomt op jou als docent, hè, wat maakt jou dan een soort van misschien wel uniek? Of in ieder geval, wat breng jij mee als docent, als muziekdocent, als persoon? Voordat ik muziekdocent was, was ik ook heel actief in de muziekwereld. Ik heb met Ilse gespeeld en Welen en zo, studiomuzikant. Ja. Nou, al die verhalen. Je bent zelfs de beste country-gitarist van Nederland geweest. Ja, 2 keer zelfs. Ja, klopt. Nee, maar goed. Ja. Dan weten we wie we aan tafel hebben. Ja, dat zijn leuke dingen natuurlijk. Maar ja, de beste vind ik altijd zo moeilijk. Maar het is natuurlijk altijd wel leuk als je zoiets, als het gewaardeerd wordt. Ja. Nee, maar ja, dat was de vraag ook weer. Wie is Johnny als muziekdocent, zeg maar? Hè? Wat maakt jou dan anders als bijvoorbeeld een muziekdocent die een deurtje verderop zit en een ander? Ja, gewoon. Ja, dat is wel een lastige vraag. Ik denk dat elk muziekdocent wel de best doet natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik gewoon, ik kan dingen laten zien, denk ik, van wat ik gedaan heb. Bijvoorbeeld Welen, dan kan ik laten zien. Dat doe je ook, daar gebruik je wel. Of ik heb weer ergens gespeeld, laat ik zien. Of daar heb ik mee gespeeld. Ken je dat liedje? Ja. Nou, daar speel ik gitaar op. En dat soort dingen, dan even prikkelen. Ja. En dat je toch met muziek leuke dingen kunt bereiken. En toch heel belangrijk is in het leven, muziek. Ja. Je kunt emotie, herinneringen, alles. Je hebt bepaalde herinneringen. Als je een bepaald jaartal hebt, dat plaatje. Dus dat breng ik ook, probeer ik over te brengen, zeg maar. Heb je ook een speciale methode van lesgeven dan, of iets dergelijks? Ik wil wel zoveel mogelijk muziek maken met de kinderen. Ook wel theorie, maar dat probeer ik zo vaak mogelijk dat ze dat thuis kunnen doen. Mm-hmm. Opdrachten. En dan kunnen we op school echt hoofdzakelijk met muziek bezig. Muziek maken, samen muziek maken. Hoe lang doe je dat al, muziek lesgeven? Nu 22 jaar. 22? Ja. Heb je het idee dat er een ontwikkeling is? Want we horen wel eens, maar misschien is dat puur een soort van natte vingerwerk, dat de interesse in muziek maken bij kinderen niet toeneemt, laat ik het zo zeggen. Heb je het gevoel dat je wat harder eraan moet trekken of niet? Nou, niet altijd. Ja, we leven natuurlijk wel een andere tijd, hè? Met andere dingetjes, afleiding, telefoontjes en spelletjes. Maar er zijn, zoals op Kottenpark, zijn best nog wel leerlingen die echt aan het studeren zijn met een bepaald instrument. Ja, maar goed, de Kottenpark is ook wel, wat is het, een cultuurprofielschool? In ieder geval een school waar veel met de kunsten wordt gedaan, niet alleen muziek, theater. Ja. Ben je daarom ook trouwens Kottenpark docent gaan worden of niet per se? Nee, daarvoor heb ik ook een andere locatie gezeten. Op dit moment werk ik op Kottenpark. En ook nog op Panterij College. Dat is zeg maar speciaal onderwijs. Ja. Ja. Anders, die twee? Als je die twee met elkaar vergelijkt? Het is een andere doelgroep, zeg maar. Ja. Ja, dat wel. Maar beide doelgroepen zijn echt gigantisch leuk. Ja. 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 Ja, ik kan me voorstellen als je met de doelgroep bij Panterij, mensen, leerlingen die volgens mij ook soms wat leerproblemen en dat soort dingen hebben. Autisme. Ja. Dat, reageren zij anders op muzieklessen? Sommigen zijn heel gedreven. Sommigen die moeten zich ontplooien nog. En ze reageren inderdaad wel soms verschillen natuurlijk. Daar moet je ook rekening mee houden natuurlijk. Ja. Maar op zich, als we dan samen bezig zijn,
Dus het leek net alsof ze dan zeg maar vrees heeft van gedachten. En dan kunnen ze echt hun ding doen. Ja, dat is het. Ja. Ja, je ziet de leerlingen als ze er eenmaal in zitten dan... Ja. Even terug naar het Kottenpark. Die doen veel met kunsten. Ja. Hoe belangrijk is dat, vind je? Die muzikale opvoeding, of misschien überhaupt breder gezegd... cultuuropvoeding van jongeren. Want die wordt dan wel eens gezegd dat die wat onderbelicht is, hè? Ja, ik vind wel, als ik naar mezelf kijk, vind ik heel belangrijk. Ik had altijd wat gehad aan mijn gitaar, zeg maar. Ik hou vast en je kunt er alles mee kwijt, hè. Je kunt, ontspanning is het. Het is een verrijking ook voor jezelf, je ontwikkeling. Het is gewoon belangrijk. Muziek is gewoon voor mij... belangrijk, zeg maar. En dat wil ik ook graag overbrengen bij de leerlingen. Dat het ook belangrijk is. Gewoon dat je voor ontspanning, voor wat dan ook, of om iets te bereiken, leren samenwerken, iets organiseren, uitvoeringen, je angsten overwinnen en dan optreden. Daar heb je ook vaak leerlingen die zijn heel goed, maar die hebben een soort faalangst of die durven niet. En dan trek je ze over de streep. En dan geeft dat zoveel voldoening. En dan zie je ze echt genieten. Joh, van, oh. Ja. En dan is het voor hun ook goed. Wordt de betekenis van muziek en daarmee ook muziekles en zo, wordt die over het algemeen onderschat, vind je of niet? Ja, bij sommigen. Ja, ik denk het wel vaak wel. Kan het life-changing zijn als een leerling goede muziekles heeft, laat ik het zo zeggen. En als die een keer dat optreden doet waar je het over hebt. Ja. Ik krijg wel eens mailtjes of via Facebook van oud leerling van: hey, meneer, ik zit nog in het buitenland. Dankzij uw muzieklessen zijn er een tour nou. Hij speelt in de band of een andere leerlingen. Dat soort dingen krijg je terug. Ja, dat is echt geweldig. En dat betekent heel veel voor mij. En dat vind ik wel gigantisch. Ze gaan dan ook een beetje in jouw voetsporen. Hè? Want je zei al even, je hebt met de groten van Nederland gespeeld. Je hebt in 2001 en 2002 werd je de beste... Ja, je zegt al, hè, wanneer ben je de beste country? Maar niet goede country-gitarist. Speelde op grote podia door heel Nederland. Ja. Buiten Nederland ook. Ja. Amerika ben ik nog geweest. We hebben opgetreden in Grand Ole Opry. Het is zeg maar het mekka van de country-muziek. Ja. Ja, daar heb ik ook gespeeld. Ja. Heb ik ook nooit verwacht natuurlijk. Maar ja, dus dat laat wel zien dat je echt wel veel kunt breken. Met een plank, met wat snaartjes erop. Mm-hmm. Ja. Maar ook je mind setting. Dus in 2013, begreep ik, sloeg het noodlot toe. Ja. Veel veranderd toen? Ja, heel veel veranderd. Ik kreeg toen een hersenvliesontsteking. Ik een maand in het ziekenhuis gelegen. En dan, dat was een mindere tijd. Ik kon ook niet veel meer herinneren en zo. Ik moest veel opschrijven. Maar op zich, de kracht van muziek... Met muziek kon ik toch wel luisteren. Op een gegeven moment had mijn vrouw de gitaar meegenomen naar het ziekenhuis. Ja. Ik kon nog wel spelen. En toen kwam ik op het idee van... ik wil altijd al een gitaaralbum maken. Hè? Maar dat was al 20 jaar geleden. Ik kwam er nooit van. Mm-hmm. En dat was juist het juiste moment om dat toch door te zetten. Een gitaaralbum. Het viel als een puzzel in elkaar. Hè. Ziek, je wil wat terugdoen. Nou, het wordt tijd. En toen kwam ik dus zeg maar op het idee om een cd te maken... met nummers die me beïnvloed hebben. Ja. Gitaarnummers. Maar echt zuiver gitaar. Geen zang, alleen gitaar. Die is nu uit ook. Die is in 2017 uit. Ja. En dat heet Forever. En automatisch bij je favoriete songs... kom je ook bij je favoriete gitaarhelden. Nou, toen kwam ik in contact met Jan Akkerman... Die doet dus mee met twee tracks. En John Jorgens, en dat is gitarist van Elton John, doet ook mee. Kijk. En ik heb, ja, jammer genoeg, de eerste favoriete gitarist was Andy Summers van The Police. Door hem ben ik gitaar gespeeld, was ik 10 jaar. Kocht mijn eerste singeltje, Message in the Bottle. En toen ging, ja, het was helemaal verkocht. En ik had hem ook mogen ontmoeten 2 jaar terug. En dan heb ik hem mijn album gegeven. En bedankt voor de inspiratie. En hij had er op moeten staan eigenlijk. Ja, hij had er op moeten staan. Maar hij was toen ziek. Ja. Hij is natuurlijk niet meer zo jong. Ja. Maar ik mocht hem ontmoeten. En ik gaf hem een cd. En alles vertel. En hij vond het te gek. En toen was de cirkel rond, zeg maar. Maar het is waanzinnig, is dat. Ja, ja, ik zou bijna zeggen, nu kun je vredig gaan. Maar je bent er nog. Nee, ik hoop het niet. Nee, precies. Ja, nee, dat hoop ik ook niet. Nee. Maar goed, weet je, het is nog wel een ding. Hè, want je hebt dus dat hele gitaar om kunnen maken. Terwijl ik begreep ook dat de vraag was... of je ooit nog gewoon fatsoenlijk gitaar kon spelen überhaupt. Ja, daar was ik ook toen je ziek werd. Ja. En toen was een cd-presentatie Metropool. En gedeelte van de opbrengst van de cd, verkoop... ging naar de hersenstichting. Want ik wil wat terug doen, mm-hmm. zeg maar. Ja. Maar het was wel spannend, ja. Maar het gaat wel weer. Alleen is het wel anders. Je hebt een periode ervoor en een periode helaas Want ben je toen, is dat het moment geweest dat je ook gestopt bent met toeren en dat soort dingen? De dingen die je daarvoor deed met de grotere muzikanten van Nederland bijvoorbeeld?
Ja, op een gegeven moment was, ja, dan moet je keuzes maken, denk ik. Ook dat muziek maken is te gek. Alleen dat reizen, op een gegeven moment, ja, dat brak wel een beetje op, zeg maar. Ja. 10 uur ergens daarin. Maar kon je het ook überhaupt nog? Hè? Ik kan me voorstellen dat het veel vraag van de gitarist om... Ik heb het nog wel gedaan, maar ik was wel een half jaar, zeg maar, niet actief. Ja. Moest eerst revalideren en dat soort dingen. Maar na je hersenvliesontsteking heb je nog gevolgd wel met muzikanten door Nederland. Ja. Maar dat gaf mij weer kracht. Ja. Ja. De muziek. Ja. Aankomende vrijdag. Ja. Dan ga je naar Amsterdam. Nou, ja. Een van de 8 finalisten. Ja. Ja, ik hoor jou net, daar moet ik even aan denken. Ik hoor jou net zeggen, ja, de beste country gitarist van Nederland. Dat slaat ook eigenlijk nergens op. Weet je, altijd zo'n prijs voor de muziek. Vind je het echt belangrijk dat je hem wint? Of heb je gewoon iets van, ik vind dit al leuk genoeg zo? Nou, ik vind het dan heel eer, zeg maar, dat ik in het lijstje sta. En stiekem is het toch wel leuk, toch? Want het helpt wel een beetje natuurlijk. Ook met muziek, ja, ook al... De beste, maar het helpt natuurlijk wel. Je wordt weer gezien en dat soort dingen wel. Ja. Maar aan de andere kant, leuk. Ja, je wordt weer gezien, maar denk je dat je nog iets mee kan? Of heb je zoiets van, als ik echt zou je dan naar, nog op een bepaalde plek les willen geven? Of zou je dit dan nog willen doen? Of heb je zoiets van, ik hoop vooral dat het muziekvak in de belangstelling komt? Ja, weet je, ik had dit eigenlijk ook niet verwacht eigenlijk. Mm-hmm. Zoals die muziekdocent van het jaar, ik had eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Dat het bestond überhaupt. Het overkomt me eigenlijk. Ja. En ja, ik weet eigenlijk nog niet wat ik daar... Nee, wat je mee moet. Nee, je weet niet wat er op je afkomt. Nou ja. Nee. Je weet dan ook niet hoe je kansen schat waarschijnlijk. Je ziet het allemaal wel. Ben je erbij zelf? Ja, ik ben erbij. Gezinnetje gaat mee. Dus, kijk. En als het niet, ja, dan maken we toch... dag Amsterdam. Ah, gezellig. Genoeg te doen, heb ik wel eens gehoord. Ja. Johnny Bernard, dankjewel voor je komst. Ja, heel veel bedankt. Plezier zaterdag of vrijdag, wat het ook wordt. Ja, en bedankt voor de aandacht. Graag gedaan.